Hoi, leuk dat je kijkt naar Timeline. We gaan het vandaag hebben over vooroordelen. We zitten er vol mee over onze politieke opvattingen, maar ook over gebieden waar je naartoe kunt. En mijn gast vandaag, Martijn van der Kooi, die weet daar alles van. Is journalist, redacteur, maar dus ook schrijver. Klopt. En jij dacht Libanon. Ja, daar moet ik eens naartoe. Ja, dat was eigenlijk in 2012. Toen dacht ik opeens, ik heb al die beelden gezien toen ik jong was, van ruïnes, van een stad in puin vanwege die burgeroorlog. En ik dacht, ik ga erheen, ik koop een ticket naar Libanon. Klopt het beeld wat ik heb van een totaal verwoeste stad en land? Ja, dat is om ook gelijk een beetje kennis mee. Dat is een beetje jouw aard, dat onderzoekende. Ja. Ik ben iemand van, als ik dingen zie op tv, dan wil ik ook weten van, is het nou echt zoals ik het gezien heb of me herinner? Hoe is het nou in het echt? Dus vandaar, ik kwam daar aan midden in de nacht. Nou, dan zie je al heel weinig eigenlijk. Je ziet alleen een paar verlichte moskeeën en kerken. Dus eigenlijk de volgende dag, toen ik wakker werd, dacht ik van, ik kende niemand daar. Ik ga eens lopen. Gewoon een beetje kennis maken. En tot mijn grote verbazing zie ik dus geen verwoestingen, geen ruïnes, maar gewoon een hele mooie herbouwde stad. Waar de mensen allemaal aan het winkelen zijn, in restaurantjes zitten, lekker wat drinken. Heel anders dan ik het had verwacht. En ik ben echt verliefd geworden op dat land. Dat kun je wel zeggen, ja. Ik heb jouw openingsfoto, dat is volgens mij een selfie die je daar ook hebt gemaakt. Nou, we zien daar duidelijk de titel van jouw boek, waar we het zeker over zullen hebben. En even een klein beetje achtergrond. Je hebt verschillende dingen gedaan. Je werkt ook als politieke analist. Je hebt de biografie van Rutte geschreven. Wat dingetjes voor de Kamerbreed is het radioprogramma waar jij ook voor werkt. Hey, en ik zat erna dit interview voor te bereiden. Dus ja, volgens mij gaat het gewoon. Gaan wij het hebben over, over die vooroordelen. Nou, je leidt het zelf ook al in. Want hoe sterk is dat in jouw mening, zeg maar? Hoe het is zo, als je in Nederland zegt, ik ga naar Libanon, dat is een beetje, dan denken mensen van, je bent gek. Je bent gewoon gek. Wat ga je daar doen? Het is oorlog. Krijg ik ook vaak te horen van, wat moet je daar tussen al die bommen en al dat geweld? Ja. Je zoekt het wel op, dat soort dingen. En het is heel erg moeilijk. Ik heb dat wel geprobeerd met het boekje dus, om het te herstellen, dat beeld, omdat het totaal niet waar is. Het is daar ooit oorlog geweest. In het buurland is het oorlog. Maar in Libanon is het een land waar heel veel te zien is. Waar de mensen gewoon hun leven leiden. Waar ontzettend veel het bruist. Het is echt een heel bruisend gebied. Daar kun je heel goed uitgaan ook. En eten. En zonne. Dus het is wat dat betreft gewoon een heel mooi vakantieland. Ja. En niemand in Nederland, bijna niemand, gaat erheen. En dat komt door dat beeld wat in ons zit van het is er niet pluis, het deugt er niet. En vooral in het licht van wat we in Europa nu meemaken. Hè, dat je in Parijs heb je aanslagen gehad, in Brussel. Misschien in de toekomst, ik hoop het niet, maar het zou in Nederland ook kunnen. In Europa heb je hetzelfde veiligheidsniveau als in Libanon op dit moment. Het is niet echt een verschil. Er is, maar wel dat IS natuurlijk op 100 kilometer afstand wel opereert. Ja. Nou, kijk, als je inderdaad naar de Syrische grens gaat, maar dat doe je niet, dan kom je op sommige plekken in een gebied waar IS aan de Syrische kant in ieder geval actief is. En soms een heel klein beetje aan de Libanese kant. Alleen, daar hoef je natuurlijk niet heen, daar ga je ook niet heen. En het is niet zo dat IS op invallen staat in Libanon. Totaal niet. Ik bedoel, er is gewoon een leger dat beschermt het land. Er is ook nog Hezbollah. Als je het over vooroordelen hebt, Hezbollah. Dat is natuurlijk ook altijd wat ik dan meteen te horen krijg. Van, je gaat naar het land van Hezbollah en wat moet je daar? Is niet gevaarlijk. Ja, Hezbollah, totaal geen gevaar. Nee, in Libanon. In Libanon. In Libanon niet. In Libanon, als je Libanezen spreekt, zeggen ze, ja, die beschermen ons en die zorgen ervoor dat, nou, IS, je noemde het net, dat die dus niet binnen kunnen vallen. Want we hebben een leger wat niet altijd zo sterk is. Dus Hezbollah gelukkig wel. Dus het hele beeld van wat wij hebben, wat natuurlijk voortkomt uit dat Hezbollah ook mensen ontvoerd heeft in het verleden, hè, moet je erbij zeggen, niet meer. Israël heeft aangevallen met raketten. Daardoor ontstaat het beeld, is daar gevaarlijk voor ons. Maar dat beeld, mijn vraag zou zijn, even, ben jij nu een soort van reispromotor geworden? Ik verdien echt niks aan. Floortje Dessing. Nee. Inderdaad, dat was ook een vraag. Word jij nu gesponsord door het toeristisch bureau van Libanon? Nee. Want als je als journalist daar, je doet eigenlijk onderzoek, maar je komt toch bijna met een soort van, reisverslag was ook een van de, laten we even een tweet erbij pakken. Berichtgeving daarover.
Zet hem maar op het beeld. De recensie is dan ook echt een reisgids voor de avontuurlijke toerist. In hoeverre is dit dan nog journalistiek, het boek zelf? Nou, ik denk dat het heel journalistiek is. Omdat ik beschrijf nu de positieve kanten. Omdat mensen zo'n raar beeld hebben van het land. Wat ook echt totaal niet klopt. Maar in het boek zelf beschrijf ik ook een aantal kanten die niet zozeer positief zijn. Bijvoorbeeld voor homoseksuelen in Libanon, waar het voor het Midden-Oosten relatief nog het beste is. Maar om uit de kast te komen, om het je familie te vertellen. Nou, dat gaat ook voor een deel dit boek over iemand die ik daar ken die dat probleem heeft. Ja, dat is echt vreselijk. Dan kun je bedreigingen krijgen, dan kun je vermoord worden in sommige gevallen. Sommige mensen vluchten ook naar Europa om die reden. Dus het boek schetst volgens mij een beeld van voor de toerist is het de aangenaam toeven. Kun je van alles doen, kun je alles zien. Er dreigt weinig gevaar. Je moet wel verstandig niet naar de Syrische grens gaan bijvoorbeeld, maar dat spreekt een beetje voor zich. Maar voor de mensen daar is het soms heel moeilijk. Ik beschrijf ook een Syrische vluchteling, om een tweede voorbeeldje te geven, die net aankomt op het moment dat in Europa de grenzen allemaal dichtgaan. En ik zit daar in een Airbnb waar hij, als hij over vooroordelen heeft, heeft een kamer gehuurd. Nou, dat denken we ook nooit, hè. Vluchtelingen. Ja, we zien tentjes voor ons. Die zien we tentjes voor ons. Maar die heeft gewoon op Airbnb is hij gaan kijken. Nou, waar heb je een mooie kamer? Nou, daar, waar ik dus ook een kamer had. Dus we kwamen in contact met elkaar. En ik zeg tegen hem, wat kom je hier doen? Ik ken hem helemaal niet. Hij zei, ja, ik ben net onder een hek doorgekropen ergens bij de Libanese grens. En hierheen gebracht. En nu ga ik werk zoeken. Ik zei, oh, en lukt dat dan? Hij zei, ja, proberen. Nou, volgende dag kwam hij thuis. Het lukt niet, want ik moet een werkvergunning hebben. Ik zei, hoe ga je dat dan doen? Nou, ga ik kopen. Ik zei, oh, kan dat dan? Ja, die kan je kopen. Nou, oké, zo gaat dat dan. Maar die jongen, die was net te laat. Want in de veerboot van Tripoli in Libanon naar Turkije was net gesloten voor mensen die geen visum hadden. He, dus, voorheen kon je gewoon met een Syrisch paspoort kon je gewoon naar Turkije reizen en dan van Turkije naar Europa. En in Europa waren ze bezig al die hekken te bouwen. Dus die jongen zit er nog steeds. Dat is ook wel interessant. Die wil nog steeds naar Europa. Maar hij zit min of meer een beetje gevangen in Libanon. Dus ik beschrijf wel de andere kant van het verhaal. Maar ik nuanceer het beeld wat we hebben van dat het een heel gewelddadig of gevaarlijk land is. Dat is toch wel. We hadden het er net eventjes over in de voorbereiding. Mm-hmm. Dat ik herken als je bijvoorbeeld ook mensen die op vakantie gaan naar het voormalig Joegoslavië. Of zoals ik in Rwanda laatst. Dat mensen ook zoiets hebben van jeetje, pas je op de Hutsis en de Tutsis. Ja. Maar die slijten zo in. Die koppeling die wij maken van een bepaald gebied en geweld. Ja. Vraag ik me wel af. Maar helpt dit dan? Nou, het helpt een beetje. Kijk, het gesprek wat wij voeren is natuurlijk al dat mensen voor het eerst misschien iets anders horen over Libanon. Dat je daarheen kan gaan. Dat je er plezier kan hebben. Dat je uitgenodigd wordt bij mensen thuis. Wat bij mij ook al heel vaak is overkomen. En dat je thee krijgt en koekjes en de hele avond met mensen zit te praten die je eigenlijk helemaal niet kent. Dus dat het eigenlijk een hele leuke bestemming is als je een keer wat mee wil maken. Tenminste, niet aan het strand alleen wil liggen en voor de avontuurlijke reiziger. Gewoon een beetje avontuurlijk en een beetje anders. Maar als je het over vooroordelen hebt, neem dit t-shirt. Ik droeg dat op het werk en mensen zeiden, wat heb jij nou aan? Ja, nou, het lijkt een beetje een zwarte achtergrond, Arabische letters. Dus alsof je van ISIS bent of wat dan ook. Of een tekst uit de Koran. Maar er staat gewoon Beirut. Als je hier in de Arabische wereld rondloopt, hetzelfde als met AI Amsterdam of wat dan ook. Dus in ons hoofd zit zwarte achtergrond, witte letters, Arabisch, zit al een hele vooroordelen zitten er eigenlijk. Pak er nog een bericht erbij wat ik vond. Dat zetten we op het scherm. Want dit gaat dan bijvoorbeeld over een asielzoeker. Ook weer vooroordelen. Mm-hmm. Want je zei het net al eventjes. Wij hebben het idee van nou, dat is daar allemaal wat dat betreft. Beter hou je mond dicht. Ja. Ik heb jou in een radio-interview zelfs horen zeggen dat er verschillende bars en cafés zijn die openlijk homo georiënteerd zijn. Maar je zegt, het is niet representatief, maar wel onderdeel van die werkelijkheid. Maar hoe verhoudt zich dit dan in zo'n samenleving? Want bij uitstek dus voor het is echt een smeltkroes. Het is de oogsten in het klein. Je moet je voorstellen, alle religies, ik ga ze niet allemaal noemen, het zijn er 19, die wonen daar. Plus vluchtelingen, plus bergvolken die wij niet kennen, zoals de Druzen. Die ook een eigen religie hebben. Dus het zit allemaal op een heel klein landje. En dan heb je nog
inderdaad die homo-gemeenschap. En wat daar eigenlijk geldt in Libanon is... als dingen niet mogen, volgens de taboes van de samenleving... dan praat je er niet over. Maar het gebeurt wel. Dus je hebt inderdaad een beroemde gaybar, dat is Bordeaux. Nou, dan dacht een vriendin van mij, die een keer met mij meeging... die ook helemaal die hetero is, maar die dat wel een keer wilde zien... van nou, dan moet je waarschijnlijk wel allemaal security checks... of heel ingewikkeld, of dat het niet te vinden is... is een heel centraal gelegen gebied in Beirut. Prachtige straat. Je loopt gewoon, er staan allemaal mensen voor de deur te roken en een beetje te drinken. En dat is Bordeaux. Je loopt gewoon zo naar binnen. Geen security, helemaal niks. En iedereen in Libanon of in Beirut, die weet wat voor mensen daar komen. Maar het wordt niet benoemd. Er wordt niet geschreven van dat is een gay café. Of dat is, maar er komen alleen maar homo's. Maar er zijn dan ook niet uitingen daartegen? Of je loopt niet gevaar als je daar bent? Dus kijk, dat mensen er niet over praten wil niet zeggen dat er geen... Nou, het is inderdaad zo dat in dit geval wordt het beschermd door politici in Libanon. En dat is ook een algemeen bekend gegeven dat een aantal politici zeg maar, daar sympathiek tegenover staan en het dus open houden. Het heeft ook een belang hè, voor je stad en je reputatie. En nou ja, je snapt er iets bij. Maar er zijn ook plekken inderdaad. Er zijn wel invallen geweest na klachten van bewoners... van zoenende mannen buiten en zo bij een gay sauna. Want die heb je ook in Libanon. En daar zijn de mensen opgepakt. De priester is meteen vrijgelaten, die toen is gearresteerd. En de Syriërs die zijn gearresteerd, die zijn een aantal dagen of langer vastgehouden. En alle anderen zijn ook vrijgelaten. Maar daar zie je dus dat het wel degelijk tricky kan zijn, zeg maar. Ja. Ja, dus dat moet je ook toch als je erheen gaat ook wel goed bedenken van waar ga ik wel heen, waar ga ik niet heen. Het is niet zoals Nederland. Maar, ja. maar jij zegt aan de andere kant, zeg je wel, het is niet zoals Nederland, maar het dreigingsniveau is wel hetzelfde. In principe is er geen reden waarom je wel naar Parijs, maar niet, en niet naar Beirut. Naar Beirut zou reizen. Ja, dat is heel gek, maar dus zo, en zelfs in Beirut heb je een wijk waar eigenlijk de meeste aanslagen zijn geweest. Dat is de Sjiïtische wijk, Hezbollah-wijk, wordt wel eens in de media gezegd. En als je die vermijdt, ja, dan heb je een hele kleine kans, omdat eigenlijk het meeste tot nu toe daar is gebeurd. Dus ja, er zijn best wel tips die je dan verder helpen. Ja. En ik vind het heel fascinerend. Ik ben in het verleden vaak naar Brazilië geweest en over vooroordelen gesproken. Mensen zijn dol enthousiast. Je zegt Brazilië, carnaval, leuk, gezellig. Maar in wezen is het een heel gevaarlijk land met hele hoge criminaliteitscijfers. Het gaat echt over de associaties die wij dan hebben. Ja, we hebben iets in ons hoofd zitten. Ja. En we denken dat het zo is. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Volgende bericht, volgende tweet die we op... jij gaat ook eigenlijk over die aanslagen en ook over hoe dat mensen toch, dat we het hebben over die associaties, wel voedt. Ja. Dus zodra er weer een aanslag is, je zei het zou ook in Amsterdam kunnen gebeuren, maakt alleen maar dat we sceptischer zijn. Ja, onterecht dus? Nee, ik bedoel ten opzichte, want nu heb je het heel specifiek over de islam. Ik denk, als er mensen zijn die een aanslag plegen en die zeggen... wij worden geïnspireerd door de Koran en door de islam... dan moet je niet ze verward gaan noemen. Zoals wel eens als in eerste instantie nu gebeurt in de media... van een verwarde man steekt in Zweden. Dan denk ik, nee, dan heb je het over journalistiek. Je moet weten wat er aan de hand is, dat is één. Als die man puur in psychose en verward, dan noem je hem verward. Maar als die mensen, zoals in Parijs, zich beroepen op een heilig boek... welk heilig boek dat dan ook voor welke aanslag is, dan moet je het benoemen. En dan moet je zeggen, dit heeft wel degelijk te maken met een hele radicale versie van de islam. En als je dan over Libanon hebt, daar worden mensen die takfiri zijn, om even een moeilijk woord in te gooien, maar dat zijn mensen die vinden dat je anders gelovigen mag doden. Die mensen worden zeer zwaar vervolgd. Die worden vastgezet, door de geheime dienst in de gaten gehouden als ze rare dingen dreigen te doen. En desnoods dus in de gevangenis vastgezet. En ik vind in Europa dat als je vindt dat andersgelovigen of andersdenkenden vermoord mogen worden... en je leeft daarnaar en je handelt daarnaar, zoals bij aanslagen in Parijs... moeten we dat benoemen en moeten we er ook iets tegen doen. Dus zouden we misschien wel meer moeten kijken naar hoe ze dat in Libanon doen? Nou, ik vind moeten die definitie dat je dus niet zegt van we hebben niks... Kijk, moslims, prima. Iedereen mag zijn eigen geloof in Nederland beleiden. Maar op het moment dat je zegt van ik ben bereid... en ik werk er ook aan om mensen die niet mijn geloof hebben... of mijn versie van het geloof... want het zijn ook vaak moslims die het slachtoffer zijn in het Midden-Oosten... om die te doden.
ja, dat is een grens over. En daar moet je heel actief die mensen, als ze die plannen hebben of maken of wat dan ook, moet je die moet je berechten en vastzetten. Treden wij daarin te slap op? Ik vind dat in Nederland die discussie te veel gaat over jihadisten of niet, of mensen die uit willen reizen of niet. Het gaat er volgens mij om dat predikers die in Europa rondreizen niet een visum krijgen. Want er zijn tal van mensen, dat kun je op Twitter elke dag zien, uit Qatar, uit Saoedi-Arabië, uit welk land dan ook, die hele gewelddadige ideeën hebben, die ook verkondigen in kleine kring, en die nog steeds in Europa rondreizen. Dat zou niet moeten mogen, want zij verkondigen iets wat zeer gevaarlijk is. Machtig interessant. Maar om te voorkomen dat we er een politieke gesprek bijna van zouden maken. Ja. We kijken dus met vooroordelen naar hoe ze misschien daar wel omgaan. We zouden van ze kunnen leren als ze kijken zelfs hoe ze... Hoe ze dat benoemen, dat probleem. Ja, precies. Ja. Ja. Ik wil nog een bericht op het scherm zetten. Die religie, vooroordelen, we blijven het allemaal een beetje bij elkaar pakken. En dan komen daar de verkiezingen er ook weer aan. En dan ben jij ook nog mede-auteur van de biografie van Rutte. Tijdje geleden. Hè, daarin leren 6 jaar geleden alweer. Van alles over Rutte. Ook onder andere dat hij zelf ook gelovig is. En, als jij dit zo allemaal zo... Ik probeer het natuurlijk heel erg een beetje bij elkaar te laten drijven. Hoe spelen vooroordelen hier een rol in? Als je kijkt naar... wij worden in alles gevoed door de berichtgeving op dit moment. Ja. Daar spelen... de vluchtelingenproblematiek speelt daar een rol in. De islam speelt daar een rol in. En hoe die natuurlijk ook wordt afgeschilderd door de oppositie. Ja. Worden wij bespeeld met vooroordelen? Nou, ik denk dat politiek en politici weten dat heel goed. Het gaat over beelden. Dus wat je nu ziet, je ziet hier het woord normen en waarden. En de VVD heeft, om dat voorbeeld maar even te noemen, gekozen om dat thema normen en waarden deze campagne naar voren te brengen. En dat is heel atypisch, want een liberale partij tot nu toe heeft nooit iets met normen en waarden gehad. Nee, heeft altijd iets met individuele vrijheid gehad. Ja. Van denk aan de term gewoon jezelf zijn van Ed Nijpels. Dat was de slogan. En dit is dus het beeld wat ze willen zenden. Wij zijn de partij van deze tijd. En dat gaat over normen en over waarden. En als je dat maar vaak genoeg herhaalt, dan zeggen mensen, VVD is niet iets van individuele vrijheid. Dat is iets van normen en waarden. En waarom doen ze dat? Omdat de CDA-stemmer die ze binnen willen hengelen, of de potentiële CDA-stemmer, VVD moet gaan stemmen. Omdat de PVV-stemmer gevoelig is voor het thema, je noemt het al, vluchtelingen, je aanpassen aan de Nederlandse samenleving, de islam. En dat normen en waarden, daar zit alles een beetje in. Dus het is een strategische zet van de VVD om ons beeld van die partij bij te stellen. Ja. En hoe vaker je iets zegt, hoe meer het waar is. Ja, dus dat is de reden waarom jij heel erg roept dat Libanon een mooi land is. Ook omdat ik het echt vind. Maar je hebt wel gelijk. Bemerk je passie. Maar gaan ze daarmee wegkomen? Ik bedoel, normen en waarden. Weet je, het klinkt het echo's van mij gelijk naar Balkan en de TE of zo. Weet ja, die hadden ze er ook vaak over. Hè? Van fatsoen dat was zijn doen. Quote. Ja. En, ze kiezen ook bewust niet voor dat soort termen. Voor fatsoen hoor je niet Rutte over. Geen fatsoensrakker. Dat is ouderwets inderdaad. Ja. Maar hij dat is eigenlijk een nieuwe move gemaakt. Naar je moet je aanpassen en anders dan hoepel je maar op, zei hij. Wat natuurlijk ook heel makkelijk is. Want als je het verkiezingsprogramma leest, ga ik even op de stoel van politiek analist zitten. Dan staat er niks tegenover. Nee. Want ik pas me niet aan. En dan zegt Rutte, hoepel je maar op. En is er geen wet of wat dan ook die zegt dat ik weg moet. Nee, dus het is vrijblijvend eigenlijk. Ja. Je blijft. Of holle frazen dus, die gebroken. Ja, en misschien Rutte zal zeggen van sommige dingen niet. Want we willen een boerkaverbod en we willen dit. Dus er zit wel degelijk wat normatieve elementen zitten in dat verkiezingsprogramma. Maar het is niet zo dat ze jou dan weg kunnen sturen. Nee. Want de mensen die hier zijn, die blijven. Ja. Wat kunnen wij leren van Libanon? De verkiezingsperiode komt eraan. Dat is zo'n moment waarop mensen ook gaan nadenken. Hoe wil ik eigenlijk dat onze samenleving eruit ziet? Ja. We hebben hier misschien niet die 19 verschillende geloven. Hebben we nog meer misschien wel. Misschien nog wel meer. Wat zijn jouw lessen eigenlijk voor ons land vanuit Libanon? Wat een heel sterk besef is bij de Libanezen, is dat haat
En onderlinge haat, dus dat je wat in de burgeroorlog daar is gebeurd, wat heeft geleid tot bloedige, vreselijke beelden die we nu ook nog in Syrië zien. Hè? Elkaar gewoon vermoorden. Daar is het besef van overgebleven, dat nooit weer. En leven en laten leven is dus in Libanon wel echt een begrip. Dus de christelijke meneer woont naast de moslimfamilie. En men heeft het daar zo weinig mogelijk over. En dat komt door die burgeroorlog die in 1991 pas afgelopen is. En ik denk wat we in Nederland de toon verhard. Dat is niet mijn mening, maar dat is eigenlijk iets wat je overal hoort. Hè? Van, in de politiek gaat het over pleur op en hoepel op. En het is allemaal, iedereen moet wel ergens heen, zullen we maar zeggen. En je kunt je afvragen van hoe harder de toon is in een politiek debat, hoe meer dat in de samenleving ook wordt overgenomen. En daar hebben politici dus een bepaalde verantwoordelijkheid in. En als ze die ook voelen, dan zouden ze misschien ook andere woorden gebruiken en anders met elkaar praten in de Tweede Kamer. En dat ook als voorbeeldfunctie dienen naar de bevolking toe. En dan heb je het eigenlijk over normen en waarden, waar we het eerst over hadden. De Nederlandse politici misschien wel op werkreis naar Libanon om daar te leren over hoe je... Nou, culturele diversiteit en samenleven en alles. Het is daar verschrikkelijk misgegaan, maar ze weten ook dat ze dat, wat nu in Syrië gebeurt, moeten voorkomen tot elke prijs. Ja. Nou, waar ga je hier nou over schrijven, Martijn? Ik heb we hebben over ambtenaren, Mark Rutte geschreven. Voordelen over ambtenaren. Ja. En voordelen over Libanon. Ja. Is het ook nodig om als journalist er wat dat betreft breed georiënteerd te blijven? Ja, dit boekje, het was nooit de bedoeling. Ik ben er gewoon als burger heen gegaan, enthousiast geworden. En toen is het opeens ontstaan, zeg maar, door alle verhalen. En het volgende boek weet ik niet. Misschien een nieuw land ontdekken. Ja, waar ik over kan schrijven. Dat is veel te zien op de wereld. De journalist als ondernemer en schrijver van dit boek, Martijn van der Kooi. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Vond je dit interessant verhaal? Vergeet het niet te delen met vrienden, vriendinnen of andere ook geïnteresseerden. Wil je meer van 7 Ditches zien? Kijk dan via onze app of op het web. Allebei gratis. En je kunt je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Superleuk. Gelijk alle nieuwe uitzendingen in je mailbox eens per maand. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer.